Bij Nijmeegse Kennis gaan we op bezoek bij innovatieve bedrijven of instellingen. Zij laten hun nieuwe producten en werkwijzen zien en vertellen wat het voordeel is voor onze samenleving. Kipster is een net geopende kippenfarm in Beuningen en laat zich voorstellen op het feit dat hun kippen klimaatneutrale eieren leggen. We spreken met Ruud Sanders, een van de oprichters van het bedrijf. Ruud, Kipster is een grootschalige kippenfarm. En toch zijn jullie heel goede vrienden met de Wakker Dier. Hoe kan dat? Dus het kan in ieder geval wel. Nou, en dat komt denk ik omdat wij proberen de kippen zo diervriendelijk als mogelijk te houden. En wat je ziet bij eieren, voor iedere kip die een ei legt, wordt ook altijd een haantje geboren. En die haantjes die worden normaal gesproken eigenlijk direct als ze uit het ei komen vergast. En wij brengen ze groot, geven ze toch een zo goed mogelijk leven. En uiteindelijk maken we daar vlees van. En het feit dat wij die hanen niet direct vergassen, maar toch proberen nog zo goed mogelijk te doen. Daar werd ook Wakker Dier heel enthousiast van. Maar wat onderscheidt jullie dan van andere kippenbedrijven? Ja, nou wat wij hebben, dat heeft te maken met dat je veel minder dieren per vierkante meter houdt bijvoorbeeld. Maar ook onze grote binnentuin. Dat kippen eigenlijk, die houden van daglicht om in te leven, maar hebben een hekel aan de regen. Nou, dat is een van de redenen dat we onze grote binnentuin hebben gemaakt. Dat kippen daar altijd kunnen spelen, of hoe je het noemen wilt, ook als het regent. Nou, en zo zijn er nog wel veel meer facetten die wij in ons hele concept ingebouwd hebben, om in ieder geval zo goed mogelijk te doen voor de kip. Wat doen jullie nog meer om het hier klimaatneutraal te houden? Nou, dan ga je kijken, als je klimaatneutraal wilt worden, dan moet je naar je CO2-footprint kijken. En die ga je eerst zo laag mogelijk krijgen en de rest doe je dan eventueel met compensatie. Nou, dat is ook wat wij hebben gedaan. Daarom zie je bij ons ook allemaal die zonnepanelen op het dak liggen. Dus wij wekken al onze eigen energie op. Nou, daarmee breng je dus de kamervoetprint van energie terug naar nul. Ja. Het is niet voor niks dat wij allemaal witte kippen hebben en witte eieren, want een witte kip is voer-efficiënter dan een bruine kip. Je is zelf iets lichter van gewicht, dus heeft minder onderhoudvoer nodig en hetzelfde voer voor het ei te leggen. Maar dus in principe minder voer nodig om hetzelfde ei te maken. Nou, minder voer betekent minder grondstoffen, dus klimaatvriendelijker. En dan de 70% van de carbon footprint van een ei hangt af van wat je je kippen voert. Nou, en wij voeren onze kippen alleen maar reststromen. We hebben heel veel agrarische grond in de wereld, heel veel landbouwgrond in de wereld. Maar 70% ervan gebruiken wij voor dieren. Of om dieren op te laten lopen, of om voedsel te produceren voor dieren. En 30% van alle granen die we in de wereld maken, die geven wij aan dieren. En eigenlijk is dat een beetje raar, want als je 1 kilogram graan zou hebben, dan kun je bij wijze van spreken 10 mensen mee voeden. Maar wij geven die kilogram graan hier in het Rijke Westen aan een varkende kip, om in principe via een inefficiënte weg nog 2 tot 4 mensen te kunnen voeden. En dan zeggen we dat we een heel efficiënte veehouderij hebben. We zijn de allerbeste boeren van de wereld. Dat zijn we ook. We kunnen het allerbeste van die 1 kilogram graan zoveel mogelijk dierlijk product maken. Maar de vraag is of dat systeem wel klopt. En eigenlijk met die vraag, want dat is eigenlijk de basisvraag van Kipster, met die vraag zijn we aan de slag gegaan. Die kunnen van die dingen die wij niet meer kunnen eten, kunnen ze toch weer voedsel voor ons maken. Kipster is zodanig georganiseerd dat jullie hiermee een goede boterham kunnen verdienen. Maar zouden bijvoorbeeld varkensboeren volgens dit model ook een rendabele bedrijfsvoering kunnen realiseren? Of moeten we die misschien wel verplichten? Ik denk dat andere boeren het zeker ook zouden kunnen. Alleen er zit wel een consequentie aan vast dat we dus naar minder dieren gaan. Hè? Dus of een aantal veeboeren minder, of minder dieren per veeboer. Eén van die twee dingen. Dus er zal ook niemand zeggen dat er pluimveehouders of varkensboeren moeten stoppen. Alleen als ze allemaal zo gaan werken zoals wij doen, dan ga je wel naar minder dieren. Zou het niet saai worden? Nee, veel leuker. Veel leuker. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar het vergt wel een andere mindset. Dat, en niet alleen voor boeren, maar wel voor de hele maatschappij. Want dan moet je ook heel kritisch kijken naar wat ik ga eten. Dan moet je niet meer automatisch iedere dag maar vlees op je boterham doen en vlees in de pan knikken bij het warm eten. Nee, moet je wel even goed over nadenken. Als ik hier zo rondloop, dan krijg ik het idee dat dit een biologische kippenboerderij is. Maar jullie hebben dit predicaat niet. Hoe dat zo? Ja. Nee, dat zijn we niet. Bewust niet, overigens. Er zijn 2 redenen voor. Hier in deze farm er zitten 24.000 kippen. Voor in dit gebouw. Voor dat aantal dieren zou je 10 hectare grond nodig hebben om de dieren op te laten lopen buiten.
Terwijl iedere kippenboer jou kan zeggen dat van die 10 hectare ongeveer 9 tot 9,5 hectare niet benut wordt. Dus omdat die kippen gaan niet zo ver weg van hun nachtverblijf, terwijl die kunnen vluchten als er gevaar dreigt, vossen, roofvogels, kale vlakte, vinden ze allemaal niet interessant, regen vinden ze allemaal niet interessant, dus die gaan gewoon niet zo ver weg. En wij zeggen dat is behoorlijk onzinnig om dan zoveel grond beschikbaar te stellen als het niet benut wordt. Daarom dus onze binnentuin en ook wel onze buitentuinen. Dus die buiten zijn draagt zeker bij aan het welzijn van kippen. Maar die hele grote hectares, dat is gewoon niet nodig. Dat hebben we allemaal met de dierenbescherming en de Wageningen Universiteit uitgezocht. Daarom onze buitentuinen. En de tweede reden dat wij niet biologisch zijn, dat is ons voer. Want als je een biologisch ei wilt maken, dan moet je biologisch voeren. Biologisch voer, dat betekent biologisch mais en biologische granen. En daarvan zeggen wij, ja, die kun je beter als mens zelf verbeteren. Het bijzondere van jullie bedrijfsvoering is dat jullie samenwerken met bedrijven die vooraf garanties bieden voor de afzet. Hoe moet ik dat zien? Nou, dat is hier in Beuningen, dat is de tweede boerderij. De eerste hadden we in Venray staan. Daar heeft de Lidl ook op voorhand gezegd, voordat we begonnen, wij nemen voor 5 jaar lang al jullie eieren af. Nou, dat was voor Lidl ook wel een stap natuurlijk, maar dat heeft gewoon heel goed uitgepakt. De eieren waren vanaf het begin uitverkocht, tot Lidl eigenlijk heel snel zei, wij willen wel een tweede boerderij. Nou, dus dit is het resultaat. En we kwamen met iemand anders in contact, dat is Victoria Trading, en dat is een inkooporganisatie voor Albron de Keteraar, voor Hamers Hoost, Keteraar op Schiphol, de Efteling en FFC. En FFC is de eigenaar van de Qualitage in Deli Frans. En die zeiden, wij willen eigenlijk ook wel zo'n boerderij samen met jullie opzetten en dan voor 5 jaar lang alle eieren en al het vlees afnemen. Ja. Nou, dus als je mij een paar jaar geleden had gezegd, van tot allemaal die partijen zouden zeggen, wij willen wel jarenlang met jullie gaan samenwerken, dan had ik gezegd, kan dat wel. Maar het blijkt dus gewoon te kunnen. Je moet elkaar vertrouwen, samen kijken, wat kunnen we nu? En dan kunnen we toch heel ver komen. Ja, ik snap het. Nou, mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan.